De burgemeester van Parijs, Pierre de Gaulle, heeft met enkele leden van het Parijse gemeentebestuur een bezoek aan ons land gebracht. Tijdens zijn verblijf in de residentie hechtte hij aan de muur van de Scheveningse gevangenis, het voormalige Oranje Hotel, een krans uit naam van de Parijse bevolking. Na deze plechtigheid begaf het gezelschap zich naar binnen om enkele ogenblikken te vertoeven in cel 601, de dodencel, waar vele ter dood veroordeelde Nederlandse verzetstrijders hun laatste uren doorbrachten. Met zijn bezoek aan de Scheveningse gevangenis huldigde Pierre de Gaulle, die zelf in het Franse verzet een belangrijke rol speelde, die Nederlanders die met hem in de strijd stonden tegen de gemeenschappelijke Duitse vijand en die de bevrijding niet meer mochten aanschouwen.